Welkom bij een podcast van Dharma Lotus. Mijn naam is Ivar Mol en in dit luisterboek vertel ik je de biografie van een van de belangrijkste leerlingen van Gautama, de Boeddha. Meer informatie over ons kan je terugvinden op ivarmol.nl Subhuti was een leerling van Gautama, de Boeddha en over zijn belangrijkheid bestaat menige discussie. Zo wordt hij in de Pali Canon nauwelijks genoemd maar komt hij wel voor in vele Mahajana-sutra's. In de Diamant-sutra is Subhuti degene die telkens een gesprek met Boeddha begint en Subhuti heeft een belangrijke rol gehad in het uitdragen van de vroegere prana Paramitas sutras In de Japanse Zen-traditie komt Subhuti vaak voor in meerdere koons. Subhuti zelf werd geboren in een rijke Brahmaanse familie in India en groeide op in een omgeving van privileges en welvaart. Op jonge leeftijd raakte hij geïnteresseerd in spiritualiteit en ging hij op zoek naar antwoorden op de grote vragen van het leven. Toen hij Kotama de Boeddha ontmoette, werd Subhuti zijn leerling en bracht hij veel tijd door in zijn gezelschap. Hij ontwikkelde een diep begrip van de boeddhistische leer en werd bekend als een van de meest wijze en verlichte discipelen van de Boeddha. Subhuti wordt vaak gecrediteerd met de ontwikkeling van de Diamantsutra, een belangrijk boeddhistisch geschrift binnen het Mahajana dat de leer van de perfecte wijsheid verkondigt. Hij staat ook bekend om zijn lessen over de leer van leeg zijn, die de basis vormen van veel moderne vormen van boeddhistische filosofie. Na de dood van Kutame de Boeddha speelde Subhuti een belangrijke rol in de verspreiding van het boeddhisme. Hij reisde door heel India en verspreidde de leer van de Boeddha naar verschillende regio's en verschillende gemeenschappen. Hij werd ook bekend als een groot leraar en veel van zijn leerlingen werden ook weer belangrijke leraren, belangrijke figuren in de ontwikkeling van het boeddhisme. Subhuti wordt herinnerd als een van de grootste discipelen van de Boeddha en een belangrijk figuur in de geschiedenis van het boeddhisme. Zijn leringen en inzichten hebben een blijvende invloed gehad op de ontwikkeling van het boeddhisme en zijn nog steeds relevant voor moderne beoefenaars. Zijn leven en werk zijn een inspiratie voor velen die de weg van de Boeddha volgen.